Wij zijn hier naartoe gekomen om bij elkaar te komen met familieleden, met een aantal vrienden, omdat wij stolpersteinen gelegd hebben, struikelstenen in het Nederlands. Dat zijn kleine monumentjes voor de familie Domp, Joachim Domp, Pauline Domp en voor hun kostganger Alfred Broch. Het is moeilijk om over het verleden te praten, over de oorlog zelf. Ik denk zelf dat als onze generatie, mijn generatie zometeen, want ik ben inmiddels 85, als mijn generatie het niet meer overleefd heeft, dan wordt dit geheel wordt geschiedenis. En nou is het van het grootste belang dat onze kinderen en kleinkinderen toch op de hoogte zijn van datgene wat er in de oorlog is gebeurd. 1942, gedeporteerd naar Auschwitz. Hiermee doen moet hij, nadat de familie ondergedoken is, ik vond het belangrijk om hier naartoe te komen, om hierbij te zijn. Niet zozeer om te herdenken, hoewel dat er natuurlijk in zit, als wel om het verleden onderdeel te laten zijn van het heden. Om duidelijk te maken dat het verleden onderdeel uitmaakt van het heden. Dat is iets wat we zeker ook in deze tijd heel goed kunnen gebruiken, omdat het mensen misschien ook uitnodigt om iets te doen met dat verleden, in plaats van te zeggen, het verleden is het verleden. Ik vind, het moet niet vergeten worden wat er gebeurd is toen. Het mag eigenlijk ook nooit weer gebeuren.